Ja, mini Doberman. En wat vinden jullie van Sientje? Ik vind dit toch een fantastisch uitzien, moet je dat zien met je ogen. Ja. Die is echt prachtig. Ik ga vooral letten op het leukste snoetje natuurlijk. Op de uitstraling, op het vachtje. Nou ja, eigenlijk op alles wat een totaalplaatje maakt. Ik vind mijn honden heel fotogeniek. Mimi vindt dat zelf ook. Sportje is een beetje schuw, maar ja, Mimi vindt zichzelf heel knap, volgens mij. Die zoekt de camera altijd op. Kleur is een... Kleur is sowieso. Ja. En zie je ze? Ja. Doe nou zo overboord. En zie je het ook wel hoor. Kijk nou. Ach, hoor. Bij het kiezen van een winnaar ga ik vooral opletten of het beestje ontzettend lief uit de ogen kijkt. Of de kleur heel mooi is, de vacht, de houding. Ja, gewoon een heel lief snuitje, dat het iets met me doet. Dat ik gewoon gelijk bij de eerste blik al denk, oh, wat een schatje. Ik had niet verwacht dat er zoveel inzendingen zouden zijn. Maar ik weet wel dat er gewoon wel heel veel mooie, lieve diertjes rondlopen in Nederland. Dus ik had wel gedacht dat we veel zouden zien. Ik ben gevraagd om jury te zijn. En ik moet eerlijk zeggen, sinds ik zelf een hondje heb, heb ik veel meer met dieren. En ik heb nu zoveel leuke dieren gezien dat ik denk, nee, dat vind ik hartstikke leuk dat ik gevraagd ben om te mogen jureren. Ik heb er zin in. Kijk, als jury kan je geen favoriet hebben, maar natuurlijk springen er wel een paar uit, ja.